En de reshuffling of wijziging in de samenstelling van het kabinet Boutersen-Adien lijkt bijna rond. Afgelopen donderdag is na een regeringsvergadering bekend geworden welke ministers vervangen zullen worden. De ministeries waar er zeker nieuwe bewindslieden aangesteld zullen worden zijn Mino C, waar Robert Meneu wordt vervangen door Lilian Verrier. Bij OWNC maakt Jerry Miranda plaats voor Patrick Bengel, die tot nu toe de scepter zwaait op het ministerie van Volksgezondheid. Bij Justitie en Politie komt Stuart Getrouw, waardoor de waarneming door Ferdinand Welzijn wordt beëindigd. Joan de Goyo van Sport en Jeugdzaken zal plaats moeten maken voor Lalini Gopal. Onze nieuwsdienst vroeg de staatsrechtsgeleerde Sampolane naar een reactie op deze reshuffling. Hij citeert Eugène Gessel die zegt dat het eerste jaar van de regering nodig is om te wennen aan de stoel. Het tweede jaar om de handen uit de mouwen te steken. Het derde jaar om te zaaien. Het vierde om te oogsten wat men heeft gezaaid. En dan komt de verkiezing, namelijk het vijfde jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van de producten die men heeft geoogst. Volgens Polane is dit een standaard uitspraak van de heer Gessel, waarin hij zich helemaal terug kan vinden. Daarmee zegt hij dat het reshuffelen van ministers nu een moeilijke zaak is. De nieuwe minister kan namelijk niet oogsten omdat hij niet gezaaid heeft. Op de vraag of er geen continuïteit van beleid moet zijn, zegt Polane dat dit niet zichtbaar is en zaken daardoor complex worden. We zijn vandaag ook de binnenstad ingegaan en hebben enkele burgers hun mening gevraagd over de reshuffeling. Op 4 april worden de nieuwe ministers in het kabinet Boutersen-Adien beëdigd. Een hele tijd was er heel veel speculatie omtrent de reshuffling. Wie gaat weg, wie blijft, wie komt erbij, wie wordt vervangen. Vandaag zijn we in de binnenstad en we gaan praten met enkele burgers over deze reshuffling. Of eigenlijk over deze eigenlijk opnieuw aanvulling van het kabinet van president Boutersen en natuurlijk vicepresident Ashwin Adien. Wat vindt u ervan? Poppenkast. Waarom zegt u dat? Ja, elke reshuffling betekent geen verbetering, dus eigenlijk moet je de juiste persoon op de juiste plek zetten. Ja, maar nu is het alleen maar, vind ik, een soort vriendjespolitiek, nepotisme, dat soort dingen die komen naar boven drijven. Het is het beleid van de president, dus hij zal weten wat goed en wat niet goed is. Ik vind het niet erg dat steeds ministers gaan en komen. Ze moeten hun werk doen, dus ik kijk maar wat komt en gaat. Ja. Jij bent student. Wat vind je ervan dat de minister van Onderwijs, dat eigenlijk het ministerie zo lang zonder een minister was? Zo, als ik het erg vind. Nou, ik weet niet, wat vind je ervan? Ik vind het best wel erg, want het onderwijs heeft echt ondersteuning nodig. En het was heel erg, dat, en ze moeten ook snel zijn dat er opnieuw een minister komt. Dus ik kijk er naar uit. Je volgt toch wat in het land gebeurt? Radio, want ik had echt een huwelijksparty. Het is goed afgelopen. Maar dan volg je niet wat in het land gebeurt? Nee, maar voor krantie en zo een beetje. Okay. Maar die nieuwe, eigenlijk, de nieuwe ministers worden op 4 april beëdigd. Heb je dat gehoord? Nog niet zover. Ik ben een beetje achterlijk met bepaalde dingen, hoor. Je volgt de politiek niet echt? Niet zo erg, want Isabi Alassani, die Iwan Regel, Akondre, dat je ziet, awan partij eet zo. Weet je, dus je weet eigenlijk in het land niet waarmee je bezig bent. Persoonlijk niet zo verstandig. Waarom? Zo vlak voor de verkiezingen denk ik niet dat het zo heel erg verstandig is om. Wat zou dan een goede move zijn? Ja, ik denk dat ik dat toch even voor mezelf hoor. Ik denk dat we dat gewoon even aan de heren moeten overlaten. Hij gaat het verder overnemen, want hij is de beste en de juiste persoon. En wij allemaal moeten op onze knieën gaan, de heren vragen. Want hij geeft wijsheid, hij geeft inzicht. En hij is degene die regeringen aanstelt en hij is de regeringen weghaalt. Het is wel een beetje belachelijk. Het is vernietig van het land. Ja? Ja. Wat zou er dan eigenlijk gedaan moeten worden? Het moet helemaal persoonlijk blijven. Waarom vindt u het zinloos? Vanaf 80 hebben we zo'n 120 ministers gereshuffeld.
Toen in de 80er jaren werden ze vergeleken met toiletpapier en tissue en al dat soort toestanden. Want het ging zo makkelijk en zo snel na elkaar. En het probleem is, onze belastinggelden leiden eronder. Want de mensen die gereshuffeld worden, die worden doorbetaald. 6 maanden het ministerloon, daarna, zolang ze leven, een directeursloon. Man, wat kan ik nog meer wensen? Een jaar minister en voor de rest van mijn leven, hoe kan ik met mijn benen uitgestrekt zitten? En ik hoef niks meer te doen. Wat kan ik mezelf nog wensen? Wat zou u voorstellen? Wat zou er anders gedaan moeten worden? Ervan uitgaande dat deze president niet voetstoots een stap terug gaat doen, zou hij tenminste moeten gaan voor een zakenkabinet. Tot zover de reacties van enkele burgers op de reshuffling en de benoeming van nieuwe ministers in het kabinet Bouterse Adien. Het staat nog niet vast wat het lot van sommige ministeries is, maar dat wordt duidelijk op woensdag 4 april.